De nominaties voor de prijs van de Nederlandse Kinderjury zijn afgelopen week bekendgemaakt. We vragen aan Hanneke Koenen van kinderboekenwinkel De Boekenwurm wie zij denkt dat gaat winnen. Nou, dan deze is het boek waarvan ik denk dat hij gaat winnen. En dat denk ik omdat het het meest verkopende is. Het leven van een loser-serie is razend populair op dit moment bij de kinderen. Vreemd genoeg ook bij kinderen van een jaar of 8, 9, terwijl het over een puberjongen gaat. En een enorme zeur van een puberjongen ook nog. En waarom is het een loser? Het is gewoon een zeur. Ik weet ook niet waarom ze hem loser noemen. Het is, dat weet ik eigenlijk niet. Bij de jongste zou ik het zelf wel heel leuk vinden als deze van Tosca Mente zou winnen. Het gaat over een varken, zo te zien. Ja, die wraak neemt. Op? Ja, ik heb die niet gelezen, maar hij lijkt me zo verschrikkelijk leuk. Dit is een van de boeken waar ik gewoon nog niet aan toe ben gekomen. Van Dummy the Mummy heb ik de eerste gelezen, die is ook heel leuk. Maar dat is een hele populaire serie. En deze is gewoon weer even een nieuwe van haar. Dit is zo'n. En Paul van Loon heeft ook al zo vaak gewonnen. Ik gun het hem van harte, hoor. De boeken voor de oudere kinderen van 10 tot 12 jaar. En ik vind het inderdaad nogal damesachtig. Het is in de 100% boeken, het dagboek van een muts. Ja, eigenlijk is alleen deze voor beide categorieën. En deze is de meest mannelijke Manon Sikkel. Bij de kinderjury doen iedere keer de boeken mee die het jaar daarvoor in het Nederlands voor het eerst zijn verschenen. Woensdag 9 juni maakt de kinderboekenjury bekend wie de winnaars zijn.